Ja, wie ben ik eigenlijk? Ik heb nog geen naam. Mijn toekomstige vader en moeder zijn er nog over aan het nadenken. Maar ze weten nog niet of ik een jongen of een meisje ga worden. Want elke keer als ze met mij naar de nacho gaan, dan draai ik mij om ze te plagen. Maar ze hebben wel aan de hele lijst mijn namen opgesteld. Ik hoor dat soms, hè, dat ze die tegen elkaar roepen. Truta, bastardo, impotento, travestito. Ja, ik had gevraagd om in Italië geboren te worden deze keer. Dat is tenminste wat beter weer, hè. Ja, ja. Maar travestito vind ik wel een hele schoon naam. Maar ja, is dat een jongen of een meisjesnaam? Want ik weet dan nog niet, hè, of dat ik een jongen of een meisje wil worden. Ik heb dat nog niet beslist. Maar ja, mannen zijn wel veel socialer dan vrouwen, hè. Oh ja, zijn 20 mannen, 3 weken samen, in 1 huis. En op het einde zijn het alcoholiekers en vrienden voor het leven. Maar zijn 20 vrouwen, 3 weken samen in 1 huis. En op het einde is het kottenklein en menstrueren ze tegelijkertijd. Maar ja, een man vraagt dan wel weer veel aandacht als hij ziek is, hè. Maar ja, vrouwen vragen altijd veel aandacht. Maar als een vrouw iets niet kan, dan vraagt ze wel gewoon hulp, hè. Ja, maar als een man iets niet kan, dan probeert hij toch met alle gevolgen van dien. Vandaar dat bij IKEA-meubels zo gezegd altijd vijzen over zijn. Dus, no? Oort. Dat is mijn moeder. Die is aan het zingen. Allee, ja, zingen. Oh, wacht, zal dan een keer doen stoppen, wacht, hè. Elise zijn drie. Vrouwen. Voilà. Het is goed. Geprost. Oh nee, daar zijn ze weer. Iedere avond trek ik datzelfde muziekje door. Die denken dat ik dat plezant vind. Voilà. Ik heb geschopt. Voilà. Ik vraag mij af hoe dan mijn moeder eruit gaat zien. Mijn vader, die heb ik wel al gezien. Dat is een lange smallen. En die morst altijd als hij op bezoek komt. Ja, die komt langs hier binnen, zo hier. Ja. Wil je een beetje van mijn vruchtwater proeven? Of misschien een stukje van mijn moederkoek. Dat is lekker, ne? Ja, dat is een beetje zoet. Maar dat komt, gisteren heeft ze heel veel gesnoept, mama. Amai, dan heb ik nogal gebokst, ne? Dan was ik hyper van de suiker. Ja. Maar daarna had ze dan augurken met mosterd en confituur gegeten. En die combinatie is mij niet zo goed bevallen. Dan heb ik overgegeven in mijn eigen nat. O, wacht, er komt iets door de navelstreng. Wacht. Even proeven, hè. Ah, lever mij ajuintjes. Een paar dagen geleden had ze Indisch gegeten met ma. Amai, dat was pikant. Brennen dat thee, brennen. Maar dat ga ik later wel graag lusten. Ze zal toch niet Indisch zijn met ma. Maar ik ga eerst een keer kijken wat ik zelf ga worden, hè. Wat vinden jullie? Een jongen of een meisje? Maar wacht. Hier heb ik een meisje. Kijk. Wacht, ik heb ook een jongen. Moment, hè. Ja, dat is beter, hè. Dat kun je meer met spelen. Ja, dat is beter. Ja. Beter. Ja. Wat gebeurt er? Allee, pa! Niet te ver, je maakt mijn kamer kapot! Oh, het heeft geholpen. Mijn water is
ticket scheld. Bastardo! Ik zie een tunnel. Een licht aan.